Goedemiddag, Nabeurs. We gaan snel beginnen aan onze overzicht van vandaag met Koen Bender en met Hans de Geus op de beurs in Amsterdam. Dat is hem. Dat was hem. Vertel Hans, hoe is zij gesloten? Dicht. Ja, eigenlijk helemaal voor niks geweest deze dag. Onveranderd 465 punten. Kan er in de slotveiling nog wat bijkomen of afgaan. Wall Street ligt in het rood. Maar er was wel één aandeel waar heel veel beweging in zat. KPN komen ze over te praten, maar vooral Deltaloid bijna 13% lager. Het fonds is dit jaar al bijna door drie gedeeld. Ja, ja, opvallend. We hebben er al eerder wat over gezegd. Na de kwartaalcijfers van vanochtend begon het aandeel te zakken. En het zakt nog steeds waar het niet over gesloten zijn. Er zit geen bodem in. Door, ook niet klaar. Nee, door al dat geweld, Koen, hebben we misschien wat minder gelet op de andere fondsen. Wat viel jou op? Nou ja, KPN valt natuurlijk op en dat is een beeld dat we zien bij meerdere telecombedrijven. Goed nieuws, ze verkopen een deel van Telefonica Deutschland. En dat gaat voor 70% de opbrengst daarvan naar beleggers als dividend. Ja, ja, en dat is een lijn die meer telecommers aanhouden. Ja, vanmorgen Vodafone al met haar cijfers, maar ook de mededeling dat ze hun dividend met 2% verhogen. Dus eigenlijk kun je nu zeggen dat na jaren van moeilijke periodes voor telecommers het nu weer langzaam maar zeker een dividendaandeel begint te worden. Ja, maar de markt is er niet makkelijker op geworden. Waar zit dan die verandering in? Waar zit die kentering in dan? All in one, alle pakketten en de data. Heel veel wordt er betaald voor data. Daar wordt hoge marge op gemaakt. En daar verdient met name Vodafone het mee. Oké. Nou, dat waren even wat opvallende zaken van vandaag. Richten we de blik naar morgen, de 11e van de 11e. Een dag in het teken van de liefde, geloof ik. Hans? Ja, nou, daar weet Koen alles van. Maar ook gewoon serieuze cijfers. Uit China hebben we het namelijk over. Er komen, ja. We hebben natuurlijk deze week eigenlijk twee series van zwakke cijfers gehad uit China. Maandag of zondag eigenlijk al. Want zij gaan zondag kennelijk, komen ze ook met cijfers. De import die 16% daalde. Vanmorgen de inflatie weer verder gezakt is. En morgen de winkelverkopen en de producenten, de industriële productie. Nou, gaan we kijken wat het morgen allemaal gaat opleveren. Maar Koen weet nog een veel spannender cijfer. Ja, je zei het net al, Sanne. Het gaat om de liefde. En morgen Singles Day, de 11e van de 11e. Dat is een hele grote feestdag in China. Voor iedereen die alleenstaand is. Er zijn karaoke parties, er zijn blind date parties. Maar het allerbelangrijkste is, het is dé belangrijkste dag voor online retail. Alibaba, JD.com, dat zijn de bedrijven die morgen hun belangrijkste dag hebben. Twee jaar geleden, ter illustratie, $5,8 miljard omzet op één dag. Een jaar geleden ging dat al naar $9,3 miljard. En dit gaat morgen weer alle records breken. En het vertelt ons hoe goed het gaat uiteindelijk met de Chinese consument. Precies. Of is het zo'n belangrijke dag geworden dat iedereen spaart om op de 11e van de 11e iets bijzonders te kunnen kopen? Nou, dat hebben we tot nu toe nog niet echt gezien uit alle cijfers van bedrijven, westerse bedrijven, die ook zaken doen in China. Want die zijn over het algemeen toch vrij goed. Dus het lijkt erop dat er echt een transitie aan het plaatsvinden is van die Chinese economie. Van alleen maar maken, produceren en weer terugsturen naar het westen. Naar consumeren. Wat we uiteindelijk natuurlijk willen zien. Ja, ja, over liefde gesproken. We kunnen een huwelijksaankondiging verwachten morgen. Ja, let's talk about beer. Het hangt al een tijdje in de lucht. Sap Miller en Ab InBev. Ze praten al een tijd. Ze hebben ondertrouw met elkaar bereikt. En al een paar keer de huwelijksdatum naar voren geschoven. Maar de 11e van de 11e lijkt nu de nieuwe datum te zijn. En of we morgenochtend nog een nieuw uitstel krijgen, dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar dan wordt morgen ook de huwelijksdag van Sap Miller en Ab InBev. Ja, nou, in Nederland zijn we met hele andere dingen bezig. Op de 11e van de 11e in Utrecht natuurlijk. Met Sint Maarten. En in onze regio met de prins. Maar goed, de verse prins. Iedereen zijn eigen dingetjes. Iedereen zijn eigen feestje. Wall Street, zei jij net, Hans, ligt in het rood. Ja, is er nog iets wat daar gaat bewegen? Nou, dat is even afwachten. Het is de 5e of de 6e dag op rij al natuurlijk. Iedereen is toch een beetje bang geworden voor die renteverhoging. Apple is een van de zwaardere verliezers. Dat drukt de Dow met name. Ja, precies. En er was een bericht inderdaad dat een van hun toeleveranciers minder orders boekte van Apple. Dus samen misschien met de iPhone-verkopen tegenvallen. Dus dat zit een beetje tegen. Ja, het wil eigenlijk even niet vooruit. 5-6 dagen daalt die beurs op Wall Street al. Dus gaan even afwachten hoe dat verder gaat. Een pauze in de Santa Claus rally. Ja, precies. Even op adem komen en dan gaan we weer volle kracht vooruit. Dank, heren, voor deze blik op de beurs van vandaag en die van morgen. Morgenochtend.
dan zijn wij natuurlijk bij u terug met Voorbeurs. Om 8:30 zie ik u graag weer. Maar ga niet weg, want om 18:00 zet Today op deze zender over tweedehands robots onder andere. Veel plezier.